Wij gaan naar Aalsmeer vandaag. En wat gaan we doen? Wij gaan achter de schermen kijken bij de musical The Lion King. Zo, we nemen even wat thee mee voor on the go, want we hebben dorst. Hé, hier hebben ze ook de leeuwkoning. Lijners! Superleuk, persdag van de Lion King. En ik moet zeggen, het is nu al heel erg leuk om hier te zijn. And so what's incredible about that is that then the puppets are able to communicate to each other, and yet the actors are able to communicate to each other. So you're able to see that size and scope of Africa all on one canvas, all together at the same time. Thanks very much, Gary. Thank you. It's meant to represent a huge giant oak, showing the strength and the perseverance of this king. And it also has a sense of the circle, which is a very important running theme in our show. It almost emulates the sun. You can feel that beautiful oak just carved out. And you can feel the strength of that environment. Then here you see Simba. Simba's almost, it's a half mask, so it has all of the same features of the Mufasa, but it's a man still in development, a man still trying to find out who he is. Foto en interviewmoment. Het is hier dus ook echt gek huis. Wel even een rondje om me heen draaien, kan je het een beetje zien. Maar de hoofdrolspelers met name, maar ook alle andere acteurs, die zijn dus nu ontzettend druk met interviews geven en foto's maken. En wij zijn nu aan de beurt met de speler Mufasa. Wat gaaf dat je ook die rol gekregen hebt. Hè? Ja, hoe voelde dat toen je echt zeg maar bevestiging had van jij gaat Mufasa spelen? Ja, het was voor mij echt een soort van ABC. Ik heb dat niet heel snel. Ik heb altijd zoiets van werk hard voor je dingen en ja, als het je gegund is, is het je gegund. Maar ik had met deze is gewoon van mij, punt. Je speelt een kat achter me. Ben jij een kattenmens? Kattenmens? Nou, ik zal iets moois vertellen. Ik ben allergisch voor katten. Ja, niet zo
ook, niet zo'n beetje ook. En we gaan zo meteen Gaia interviewen en dat is de hoofdrolspeelster en zij vertolkt de rol van Nala. Dus ik ben benieuwd wat zij te vertellen heeft over haar rol. Je was ook Nala toen ze kleiner was, heb je ook gespeeld en nu ben je de grote Nala. Hoe voelt dat voor jou? Mis je de kleine Nala een beetje of valt het mee? Nou, er huppelen steeds weer een paar kleine Nala's om me heen, dus daar word ik steeds aan. Ja, dat is wel leuk. Ja, dat is heel leuk. En om die glinsters in hun ogen te zien, hoe prachtig ze dit vinden, ja, dat herken ik gewoon van 12 jaar geleden. Heb je dan denk ik ook een voorsprongetje, omdat je zeg maar de kleine Nala bent geweest? Helpt het heel erg in je rol als grote Nala? Ja, het helpt me wel. Omdat de dingen waar ze voor staat, dat maakt ze natuurlijk in het eerste deel mee. Mm-hmm. En dat neemt ze mee naar het tweede deel. Dus ja. Ik als volwassen Nala kan dat dan ook gelijk meenemen. Ben jij wel een kattenmens? Ben ik een kattenmens? We vroegen het, hij zei ik ben allergisch. Nou, ik ben niet allergisch, maar ze blijft altijd zo hangen aan mijn lijf en het maar. Ik zei maar een collega van mij die had 2 kittens. En die zijn de enige twee waar ik echt mee kan groeien, zeg maar. Dus met hun ben ik wel een kattenmens. Selectief. Ja. Hallo vloggers, like, subscriber. Yes, helemaal goed. Als Simba het zegt, dan is het waar. Jij bent eigenlijk de leeuwkoning. Wij vroegen ons af, je moet ik heb zoveel tekst onthouden. Hoe zien jouw weken er hemelsnaam uit voordat de première begint? Nu heb ik alles, als het goed is, heb ik nu alle teksten in mijn hoofd. Nee, ik heb nu alle teksten in mijn hoofd en alle nummers. Dus dat is al wat rustiger geworden. Mm-hmm. Maar het is nog wel... Als ik thuis kom, dan ben ik er nog wel mee bezig en blijf nog wel denken van, als ik het misschien meer zo zou doen of zo. Oh, ja, altijd verbeterpunten. Ja, je blijft het toch wel meenemen ofzo. Of ik heb het zo gedaan, maar dat vond ik toch niet fijn. En dan sta ik gewoon af te wassen of iets te doen ofzo, dan denk ik, dan komt dat opeens in me op. Sommige mensen werden ook voor een andere rol gecast. Heb jij dat ook gehad, dat je is voor een andere rol gecast of gelijk Simba? Ja, en daar was ik ook een beetje verbaasd. Want ik zei ook, okay. Toen zei ze, why are you so verbaasd? Why are you so verbaasd? En ik zo, ja, het is gewoon een grote rol. Ik dacht, ik kom gewoon auditie doen en kijk gewoon of ik überhaupt in kom. En dan krijg je gewoon de hoofdrol natuurlijk. Het zit erop, het was een onwijs leuke persmiddag. Echt heel leuk. Ook leuk om te zien hoe het achter de schermen aan toe gaat. En Albert Vlinder zei al van, het is echt immens en echt enorm groot gewoon. En toen zeiden we nog van, wat zou dat dan zo groot zijn? Ja. Natuurlijk alle mensen. Maar het is echt nog veel en veel meer dan dat. En dus... ook het decor wat gewoon echt tot leven komt. Dat er ook mensen in zitten in de olifanten wijze van. Dat is echt fantastisch. Ja, wij gaan naar de première. En dan ben ik echt zo benieuwd naar. Zo dankbaar. Zo ontzettend leuk. Alle informatie over wanneer en hoe je aan kaart komt, dat zetten we natuurlijk hieronder in de video. En dankjewel voor het kijken. En laat even weten of jij ook naar de Lion King gaat. Tot de volgende keer!